Goedenamiddag en dank u wel, professor, voor dat spectaculaire vertellen. Goedenamiddag natuurlijk iedereen en ook thuis die via de livestream aan het volgen is. 2 uur, dat is altijd zo'n momentje in de namiddag op mijn werk dat ik aan het twijfelen ben tussen een tukje doen en toch maar wat doorwerken. Dus ik weet niet, gaat het nog? Is iedereen nog, nog vol courage? Ja, dus entre les deux, entre les deux. We zullen ons best doen om eigenlijk nog een aantal interessante dingen te vertellen. Hè. En op dat vlak moet ik natuurlijk direct een bekentenis doen. Ik ken werkelijk niks van het klimaat. Absoluut niks. Maar net zoals iedereen heb ik er natuurlijk wel een mening over. En het zou natuurlijk maar een zeer vreemde democratie zijn, moesten alleen mensen die echt tot op het bot iets van iets afweten, mogen praten over thema's. En dat is wat ik jullie ga proberen een beetje over te vertellen, over hoe je op zo'n sterk mogelijke manier je mening over een thema kan laten blijken, zonder dat je noodzakelijkerwijs er 7 doctoraten in hebt. Want dat duurt wel even om die doctoraten te verzamelen. En je kan toch moeilijk zeggen, alle mensen die er niet over gestudeerd hebben, die mogen er niks over zeggen. Nu, gelukkig leven jullie in een tijd waarin dat je nog nooit zoveel mogelijkheden hebt gehad om je mening kenbaar te maken. Je kunt tweeten, je kunt vlogjes maken, je kunt een Facebook-post maken, je kunt een Snapchat maken. En dat is allemaal fantastisch. Alleen, het zijn snelle media. Het zijn media die je uit de heup doet. En ze hebben het voordeel dat ze snel zijn, dat iedereen het snel ziet, zonder dat je er moet een gazet voor betalen of voordat je een reclamefilmpje ervoor moet kopen. Maar ze hebben het nadeel dat ze heel weinig ruimte laten voor nuance en schakering. Waardoor dat je wel kan zeggen, ik zeg zwart, en de andere kan zeggen, ik zeg wit. Ja, dan staat het daar, hè. Er gaat niet veel gebeuren tussen jullie beiden. Hè. Een opiniestuk heeft dat voordeel wel. Het is daarom dat ik de titel gegeven heb, een tweet van 500 woorden. En een opiniestuk is eigenlijk een format waarbij dat je kan zeggen van, kijk, ik ben van mening dat zo'n vliegtuigtax echt wel een belangrijke eerste stap is naar een beter klimaat en dat je rustig kan uitleggen waarom. En daarom is dat eigenlijk een heel interessant format, omdat als zo'n opiniestuk gepubliceerd raakt, dan geeft dat ook nog eens de autoriteit van de krant waarin het gepubliceerd wordt. Dus je mening krijgt dan zo'n soort van, zal ik het maar zeggen, een soort van investering, een boost. En dat is natuurlijk interessant. Ik zelf heb er rap nog even een slide van mijn eigen instelling tussen gezwierd, anders zijn die boos op mij, dus voilà, dat heb ik dan maar even gedaan. Dit is dan weer een opiniestuk van de rector van deze instelling, van Caroline Pauwels. Dat is een stukje gewijd aan jullie, aan de jeugd. Dat is in het kader van een wederkerende column, maar het is eigenlijk een opiniestuk. En een opiniestuk, we gaan daar verder wel nog op ingaan, heeft eigenlijk altijd dezelfde vorm in tegenstelling tot zo'n vlog dat je maakt of de media van vandaag, is er eigenlijk aan een opiniestuk een vrij strak stramien. Je hebt een titel, je hebt een inleiding in het vet en daaronder komt de tekst. Dat heeft ook weer voordelen en nadelen. Je weet waar je aan toe bent, je hebt daar weinig keuzevrijheid in, maar omdat je weet dat dat het format is, kan je daar op inspelen. Ik kom daar nog op terug, hoor. Ze hebben mij verteld, als je een lesuurtje van 50 minuten hebt, dat is kort, je moet eigenlijk altijd nadenken over wat wil je zeker dat je leerlingen onthouden. En dat is gewoon deze, ik ga hem direct meegeven. Of dat nu in een opiniestuk is, of in een gesprek, een debat, stel nu dat je ooit zou uitgenodigd worden na de 7e dag of zo, of na ter zake, de afspraak, of dat nu in een tweet is, wat heb je liever? Dat mensen op het einde van die discours zeggen, ik ben het absoluut niet met u eens, of dat ze zeggen, ik heb er eigenlijk niks van begrepen van wat jij mij gezegd hebt. Wat zou je liever hebben? Ik zou natuurlijk liever hebben dat ze zeggen, je hebt helemaal gelijk, ik verander mijn mening. Maar dat is nu helemaal niet altijd zo simpel de dag van vandaag. Maar het is eigenlijk beter dat ze zeggen, ik ben het niet met u eens, want dat is eigenlijk tenminste het signaal dat ze naar u geluisterd hebben en dat ze uw argumenten overwogen hebben. Dus ik vond deze quote eigenlijk gewoon treffend. Als je een opiniestuk schrijft, is het heel belangrijk van niet te gaan al
cateren. Je moet je publiek niet servicen van, ja, die zal misschien zo denken, ik moet een stukje toegeven aan hem. Of, ja, ik zal maar eigenlijk, als ik over die vliegtuigtak spreek, er is daar ook iemand die bezig is met een voertuig te ontwikkelen dat misschien binnen 100 jaar het wel volledig CO2-neutraal kan. Dus je moet daar ook een paragraaf kunnen doen. Als je natuurlijk dat gaat doen, dan ga je een opiniestuk schrijven over alles en niks. En dan ga je eigenlijk ook voor de mensen die dat leest vrij weinig vertellen. Dus als je één ding onthoudt van dit lesuurtje, want je hebt gigantisch veel lesuurtjes, je hebt een hele marathon voor de boeg, als je één ding onthoudt, is het best dit. Schrijf iets, kies een mening, werk die goed uit. Argumenten kunnen genuanceerd zijn, maar zorg dat je mening scherp is en niet vloe, want je gaat hem onderbouwen, dus je zal al wat nuanceren. Dus je mag niet waterachtig beginnen, want anders blijft er niks meer over. Klein woordje over wie ik ben, voordat ik jullie de basics van het opiniestuk meegeef. Ik ben Aubry, ik ben nu diensthoofd marketing en communicatie op de Erasmus Hogeschool Brussel. Dat is dus die andere hoger onderwijsinstelling hier in Brussel. Ik doe af en toe ook nog een beetje copywriting. En tot 2017 heb ik eigenlijk heel wat politici begeleid in het schrijven van opiniestukken en toespraken. Kunnen die dat niet zelf? Sommigen kunnen dat inderdaad niet zelf, maar die namen ga ik niet zeggen. Maar de meesten kunnen dat uiteraard wel zelf. Die hebben liefst wel een mening over heel veel dingen, maar die hebben heel weinig tijd om alles van A tot Z uit te schrijven. En dan komen er mensen als ik op de proppen om op basis van soms een slordige sms met bullet points daar een opiniestuk van te maken. En ik heb dus heel veel opiniestukken begeleid op die manier. Ik heb er heel veel aangeboden bij de kranten. Dus er zijn er een paar doorgeraakt. Dus, voilà. Ik heb ook heel wat columns geschreven in die periode over de wondermooie hoofdstad in de online krant dan van de morgen. Ik heb in die tijd veel geleerd over wat dat werkt, maar ook over wat dat niet werkt. En dat heb ik geprobeerd in een presentatietje te gieten voor jullie. Ik ga het houden bij de basics om twee redenen. Eigenlijk is een opiniestuk schrijven een beetje gelijk schaken. Hè. Je kunt daar heel ver in gaan. Je hebt vanaf zet nummer 3 heb je oneindig veel opties. En je hebt de Casablanca-opening en de defensieve opening en de offensieve opening. Maar dat is voor gevorderden. Daar hebben we nu weinig tijd voor. En daarbij, de beste oefening is de praktijk en niet de theorie. Dat is één reden. Mijn tweede reden waarom ik mij alleen maar ga op de basics concentreren, is dat er dan hopelijk nog genoeg tijd overblijft voor een beetje interactie. Hè? Dat ik gewoon kan luisteren naar wat jullie eigenlijk willen weten daarover en dat we misschien samen een paar voorbeelden kunnen overlopen. Hoe is dat eigenlijk, een opiniestuk? Je had dus uiteraard een mening die je ten berde brengt, maar niet zomaar een mening. Het is liefst een mening die een beetje uit de toon valt bij andere meningen, of die origineel is, of die toch de mensen prikkelt. Waarom? Omdat het dan natuurlijk meer kans gaat genereren dat je wordt opgepikt door een krant, of dat mensen al van meet af aan gaan zeggen van tja, deze stem in het debat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. En mensen zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar verschillende invalshoeken in zo'n debat. Dus een prikkelende mening is meestal een goede start voor een opiniestuk. Waarover zeg je je mening? Ja, je kan natuurlijk ook een mening hebben over iets wat 3 jaar geleden is gebeurd. Maar als dat iets is dat weinig verband houdt met het heden, met de actualiteit van vandaag of met de toekomst, dan zal opnieuw de kans vrij klein zijn dat mensen daar meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn. Ik zei het daarnet al, het verschil tussen gewoon je mening verkondigen op sociale media is dat je het gaat onderbouwen. Met feiten, met cijfers, maar ook met logische argumenten die je zelf ontwikkelt. Bijvoorbeeld, ik heb ervoor gekozen om... ik geloof dat flexitariërs de wereld gaan redden en niet vegetariërs. Waarom? Omdat flexitariërs met meer zijn. Dus als elke flexitariër, dus als iedereen die vlees eet, de helft minder vlees eet, maal 3 miljard mensen, dan denk ik dat dat een grotere impact op onze ecologische voetafdruk gaat hebben dan als je radical vegan wordt. Dat is een voorbeeld van een argument die wordt ontwikkeld. Ik kan het daar nog altijd mee eens of mee oneens zijn, maar het is iets dieper dan een mening. En nu komt de clue. Waar zit het echte metier van het opiniestuk? Het is de bedoeling dat je die mening zo gaat neerpennen, dat de lezer eigenlijk gewoon bij geen enkele zin die je neerpent, moet zeggen van wow, deze moet ik eens herlezen, want
Deze snap ik niet, deze snap ik echt niet. Dat is gelijk als je in je klas je leraar wiskunde of geschiedenis en die vertelt abracadabra. Jij gaat één keer een inspanning doen om die te begrijpen, je gaat twee keer een inspanning doen om die te begrijpen, maar op een bepaald moment ga je afhaken. En dan ben je je lezer kwijt en dan ben je ook je kans om die te overtuigen kwijt. Dus het belangrijkste van een opiniestuk is dat het zo is geschreven dat de lezer je gedachtegang vlot kan lezen. De studies hebben trouwens ook uitgewezen dat hoe vlotter iemand je gedachtegang kan volgen, hoe groter de kans ook is dat hij op het einde zegt, oh ja, dat zal wel waar zijn. Dus dat is ook mooi meegenomen. Altijd nuttig om weten, want dat vragen mensen mij heel vaak, ja, wat moet dat dan eigenlijk allemaal aan voldoen van vormvereisten, zo'n opiniestuk? Als je dat aanbiedt bij de krant of zo. Wel, ga ervan uit om de lengte te hebben die zij willen, dat je eigenlijk ongeveer één volle A4 schrijft op lettergrootte 11 of 12. Dat komt neer tussen de 450 en de 700 woorden. De meeste kranten zullen vragen dat je je opiniestuk beperkt tot 500 à 600 woorden. Maar als het echt gaat over iets wat ze een keer breed willen mee uitpakken, op bijvoorbeeld de laatste pagina van de standaard zie je dat vaak, zo'n heel groot opiniestuk met een grote foto en een grote kop, dan kan dat wel tot 700, soms zelfs 750 woorden gaan. Maar, ik ga daar later nog iets meer over zeggen, journalisten zijn soms een beetje lui en die willen graag dat je de dingen netjes aanlevert. Dus als je daar een stuk schrijft van 2000 woorden en zegt, wat staat er allemaal in? Je moet maar een beetje knippen. Gaat de kans klein zijn dat je de dag daarna een mooi geëdit stuk in de krant ziet. Het is ook doorlopende tekst. Je moet je niks aantrekken van, moet ik een tussentiteltje plaatsen of ik heb hier nog een mooie foto van mij terwijl ik mij voor een auto gooi om te betogen. Dat heeft allemaal weinig uitstaans met een opiniestuk. Vlaanderen is op zich een vrij... kan je in Vlaanderen volgen van klassieke media? Het is op zich vrij simpel. De media die opiniestukken publiceren zijn eigenlijk De Standaard, De Morgen, De Tijd, Knak online. Knak is daar eigenlijk een jaar of 10 geleden mee begonnen, want in een magazine, een weekblad, bestond dat eigenlijk niet. Maar online draait dat heel goed in de opinierubriek. Op VRT News zie je het van langs om meer. Je hebt Doorbraak, de van oorsprong Vlaams-nationalistische website, die ook heel veel plaats heeft gemaakt voor opiniestukken. Want dat is voor een stuk ook marketing. Als mensen hunzelf mogen lezen op een website, dan gaan ze die website toffer vinden. Maar, ik zeg het, ten dag van vandaag kan je natuurlijk ook altijd proberen van zelf de uitgever van je opiniestuk te zijn. Sommigen van jullie hebben misschien een kleine website waarop dat je blogt en vlogt. Je kan ook met Facebook Notes werken. Veel mensen doen dat niet en dat wordt door Facebook eigenlijk ook niet gepromoot. Maar ik kan u vertellen dat het qua metrics werkt. Als je tenminste volgers hebt op je pagina die heel actief zijn, of zelfs activistisch zijn, dan kan zo'n Facebook Note fameus gedeeld worden en heel, heel ver geraken. Alleen moet je er daar rekening bij houden. Wie volgt jou op een Facebook pagina? Dat zijn meestal de mensen die het al eens zijn met jou. Dus het is soms een beetje onnozel om die nog te gaan overtuigen van iets waar ze al overtuigd van zijn. Maar toch, ik vind het interessant om mee te geven Facebook Notes. Dit is een instelling die het vrij onderzoek huldigt. Dus zeer weinig gelovigen hier op de campus, maar ik heb toch gekozen voor een iets wat gelovige titel, De Heilige Drievuldigheid. Waarom zijn eigenlijk... Pak nu, je wil een opiniestuk schrijven, maar zoals altijd ontbreekt het je aan tijd. Dus je moet kiezen. Waaraan besteed ik eigenlijk het meest aandacht aan? Wat gaan mijn kansen effectief vergroten dat dat opiniestuk niet alleen wordt opgepikt door een krant, maar dat mensen die het onder ogen krijgen ook dat gaan lezen? Want mensen gaan niet zomaar alles lezen wat je hen voorschotelt. Ook zij hebben namelijk weinig tijd. Een eerste belangrijke is dat een opiniestuk niet begint met schrijven. Een opiniestuk begint met munitie verzamelen. Je mening, die heb je hopelijk al. Als je geen mening hebt over iets, dan moet je niet schrijven, dan moet je lezen. Als je een mening hebt, dan moet je beginnen nadenken, wat zouden nu de dingen kunnen zijn die die mening zo sterk mogelijk maken, die zoveel mogelijk kracht bijzetten. Herinner u het voorbeeld dat ik daarnet gaf? Ik geloof dat Flexitariërs... de wereld zullen redden
Want door 2-3 keer per week minder vlees te eten, zal de ecologische voetafdruk enzovoort enzovoort. Dus ik kan dan cijfers gaan opzoeken over de veestapel en over de vleesindustrie en over de ecologische voetafdruk daarvan, over de methaanuitstoot van koeien en zo. Cowspiracy gaan bekijken van Leonardo DiCaprio. Al zulke dingen kan ik gaan doen om daar argumenten uit te plukken die mijn opiniestuk kunnen stofferen. Want waarom? Als je dat gaat doen terwijl je aan het schrijven bent, dan ga je al snel merken dat je in de knoop komt. Want je kan heel moeilijk aan research doen en schrijven tegelijk en toch nog een heel logische, gestroomlijnde tekst gaan overhouden. Het is niet zo evident. Dus dat is het belangrijkste, dat je tenminste wapens hebt, dat je munitie hebt om je opiniestuk mee te stofferen. Want met enkele mening, ja, iedereen heeft een mening. Je mening moet meer dan anderen onderbouwd zijn, wil ze kans maken om anderen te overtuigen. Dus dat is een eerste belangrijk. Ten tweede de KPI's, hè, dat zijn dan echt de kritische performantie-indicatoren. Wat zijn nu echte dingen en opiniestukken die echt voor mensen hot zones zijn, waarop dat ze gaan kiezen om verder te lezen, om u een kans te geven, om hun mind letterlijk open te zetten. Dat zijn er eigenlijk drie. Dat is de titel, dat is de eerste. En dat is de laatste paragraaf. Wat niet wil zeggen dat je al wat ertussen zit, moet veronachtzamen. Ik zeg alleen, als je niet veel tijd hebt en je hebt nog een half uurtje om na te lezen, je kan niet alles meer gaan herwerken, besteed dat half uurtje aan één van die drie, twee van die drie, als het kan, drie van de drie. En dan ten derde, ik heb daar juist al even op gealludeerd, een opiniestuk stopt helaas niet bij het laatste puntje dat je achter de laatste zin zet. Als het de bedoeling is om het te gaan publiceren in een krant of in een medium, denk er dan aan dat de manier waarop dat je het aanlevert ook nog de kans kan navenant verhogen of verlagen dat het wordt opgepikt. Lever tijdig aan. Hè. Kranten moeten op een bepaald tijdstip in druk gaan en ze moeten kiezen welke stukken dat ze toelaten en welke dat ze niet toelaten. Dus lever het tijdig aan, lever het netjes aan met niet te veel tekens. Want de persoon die je stuk moet beoordelen, dat is natuurlijk ook je beste ambassadeur. Als hij beslist vuilbak of publicatie, dat is het verschil tussen dat niemand jouw mening te lezen krijgt en dat heel wat mensen jouw mening te lezen krijgen. Dus dat zijn de belangrijkste, de heilige drievuldigheid. Verzamel munitie. Een heel belangrijke, en waarom vind ik hem heel belangrijk? Omdat ik daar zelf ook heel lang mee geworsteld heb. Dus ik weet hoe belangrijk het is. Baken nu terrein af. Bijvoorbeeld klimaat is eigenlijk een gigantisch groot debat, waarin dat er misschien 15 of 20 deeldebatjes zijn. Ik denk, als ik vandaag alleen al het programma zou afgaan, ja, daar zitten heel veel facetten in dat debat. Als je zou gaan moeten op 400 of 500 woorden iedereen met een andere mening over elk van die deeldebatten weerwoord bieden en die ook nog eens overtuigen, ja, chapeau, dan ben je eigenlijk meer, ja, een demagoog. Dan kun je 4 miljard mensen in de pas doen lopen. Dus dat gaat meestal niet. En dat is een krachttoer die mensen vaak zelf niet eens kunnen op het bestek van een boek. In een boek kun je nog zeggen, ik behandel per hoofdstuk dit, dat mensen dat netjes kunnen volgen. Hier heb je maar 4, 5, 600 woorden. Kies een deelterrein. Pick your battle en zeg daar dan heel veel over, want dat is vertrouwd terrein. Want als je op elk terrein een beetje gaat proberen, zoals een hond, je pisken te doen, dat gaat niet zo sterk overkomen. De geur zal snel verdampen. Maar laat ons die metafoor niet verder uitputten. Hè? Ik heb ook al even iets gezegd over de opbouw van een opiniestuk. Dus zodat als je je munitie gaat verzamelen en je vindt goede, waardevolle brokken van feiten, cijfers en argumenten dat je zelf hebt uitgewerkt, dat je zegt van, ha, als ik het zo zeg op café tegen mijn vrienden, ja, die staan paf, hè, die kunnen niks meer terugzeggen. Prima. En probeer elk van die dingen te ontwikkelen tot één netjes afgewerkte paragraaf. Zo is dat voor de lezer ook gemakkelijker te volgen, want dan spring je niet van de hak op de tak. Dan ga je gewoon één paragraaf is één gedachtegang. Zo kan je een opiniestuk goed vormgeven. Zinnige versus onzinnige argumenten. Eigenlijk mede op advies van professor Cornelis heb ik ervoor gekozen om dat niet verder uit te werken, want het is geen cursus logica vandaag.
Maar het komt erop neer dat als jij een argument gaat ontwikkelen van het klimaat is helemaal niet om zeep, want Donald Trump zegt dat ook. Dat is een onzinnig argument, want het verwijst naar iemand anders en niet naar een echt argument. Dus ik ga daar niet verder op ingaan, maar ik denk, you get the point. Let ervoor op dat als je een argument ontwikkelt, dat dat echt ook hout snijdt. Dat je bijvoorbeeld twee dingen vaststelt en die dingen gecombineerd maken dat samen een heel ijzersterk argument. Dat is eigenlijk wat ik daarmee wil bedoelen. De KPI's, dus die drie dingen dat je zeker het meeste aandacht moet aanbesteden. Ja, om te beginnen de titel. De titel is eigenlijk echt uw opener, hè, dat beslist of dat iemand u een kans gaat geven. En dan heb ik het niet alleen over die journalist die daar moet sorteren of dat het in de vuilbak of, in de, of bij de eindredacteur belandt, maar heb ik het natuurlijk over de lezer zelf die zijn krant scrolt op tablet of die in het weekend daar nog met een natte vinger doorgaat. Die gaan niet alles lezen, die scant eigenlijk een pagina. Die scant de tussentitels, die scant waarschijnlijk ook wel de, wat er bij een foto wordt geschreven, maar die scant vooral de titels. En in een split second gaat hij beslissen, ja, dat wil ik wel eens lezen of niet. En ik heb voor straks een aantal toffe voorbeeldjes van titels verzameld, maar je kan daar natuurlijk in gaan variëren. Hè. Je kan een vraag stellen aan mensen. Hè. Waar blijft hij, die vliegtuigtax? Je kan eigenlijk kiezen voor een titel die jouw stelling zo beknopt en zo sterk mogelijk samenvat. Of je kan gaan voor de clickbait. En dat is tegenwoordig dan meer van 5 redenen waarom. Of meestal begint het gewoon met waarom tegenwoordig. Waarom, of iets spectaculair en dan zo. En dan wel hierom. Hè. Vroeger mochten we dat vooral niet doen, een titel gebruiken die niks zei. Maar nu moeten we dat vooral veel doen. Hier heb je nog een voordeel. De kans is groot als je iets instuurt naar een krant, dat de journalist dat voor u gaat doen, de titel verzinnen. Dus hij gaat zelden de titel nemen die jij eraan gegeven hebt. In het begin was ik daar boos om, daarna ben ik daar beginnen rekening mee houden en zei ik, dat is 10 minuten gewonnen, hij zal dat zelf wel doen. Maar dat is alleen als je het instuurt naar de krant. Als je natuurlijk probeert zelf online, via Facebook Notes of via een blog iets te maken, digitaal is het des te belangrijker dat je titel aantrekkingskracht heeft. Want als mensen dat delen, is dat ook wat dat meegaat natuurlijk. De foto, de titel en een paar metatag copy. 1-2 zinnetjes, meer gaat dat niet zijn. En dat is ook daarom dat uw eerste paragraaf in belangrijkheid, zal ik dan maar zeggen, eigenlijk net onder de titel komt. Dus niet alleen in volgorde, maar hij is ook gewoon keibelangrijk. Uw opening, dat is uw strategie, dat is gelijk vroeger de generaals op het slagveld. Langs welke flank gaan we aanvallen en waar is de tegenstander het zwakst? Die opening, dus de mens heeft beslist, die titel, dat klinkt wel interessant, kijk, ik ga dat een kans geven. Je kan die eerste paragraaf misschien in een modern woord omschrijven als je elevator pitch. Hè? Dat is eigenlijk iets dat op 30 seconden al wat relief geeft in het landschap. Ik ga u dit vertellen omdat ik van mening ben dat en dat we daar rekening moeten mee houden, omdat het anders dat soort consequenties heeft. Klaar. De wat, hoe, de waarom. En ook daar zijn weer verschillende stijlen bij. Hè. Je kan verwijzen naar, ik zat onlangs te praten met iemand en die zei, puntje, ja, dat is natuurlijk niet waar en het valt mij op dat tegenwoordig zoveel mensen die foute redenering volgen, hup, je bent vertrokken. Je kan inderdaad terug weer gaan voor een heel bondige, snedige samenvatting. Of je kan samenvatten wat je gelezen hebt bij een ander, om dan te zeggen, dat is nonsens, en dan wel hierom. Of je kan, dat gebeurt ook vaak tegenwoordig, de lezer of de tegenstander rechtstreeks aanspreken met een open brief. Ik heb daar ook een aantal voorbeeldjes van verzameld. Maar dat zijn eigenlijk drie technieken die vaak de lezer extra appetijt geven om door te lezen. Want zo'n zonde zijn natuurlijk dat hij de rest van je argumentatie links laat liggen. Want het is daar dat je hem of haar overtuigt. En dan heb je natuurlijk de allerlaatste paragraaf. De uitsmijter noem ik dat. Waarom is de allerlaatste paragraaf zo belangrijk? Drie redenen. Iemand die heel je stuk gelezen heeft, het is je allerlaatste kans om die een uppercut te verkopen. Dus als hem nog niet knock-out is van je argumenten, is daar dat het moet gebeuren. De luie lezer die enkel je titel en je opening heeft gelezen en dan maar een beetje verder heeft gescand, die pik je daar ook terug op. En ten derde, mensen die aan het einde van een ervaring komen, of dat dat nu een relatie, een vakantie, een job of iets anders is,
die onthouden zich extreem goed twee punten in die ervaring. De piek of het dal, wanneer dat je het verdrietigst of het gelukkigst voelt, en het einde van de ervaring, de peak-end noemt dat. Dus als je een uitsmijter hebt die echt de meest krachtige one-liner is die je mening samenvat, houd hem voor het laatst, want dat is, ja, dat is je firecracker, dat is vuurwerk. En dat is altijd heel mooi meegenomen. De boodschapper, dat is een derde belangrijke. Ik heb het al verteld, het is de eerste die je moet overtuigen. Hij is vaak geen jobhopper. Wat bedoel ik daarmee? Denk niet, ja, ik heb een beetje ruzie met een dienen omdat ik mijn stuk slordig heb ingestuurd, maar volgend jaar zal daar wel een andere zitten. Wel, ja, ik heb het 10 jaar gedaan, het zijn nog altijd dezelfde namen. Dus het zijn helaas mensen met een geheugen die daar de gatekeeper zijn in de goede kranten. Liever tijdig en netjes aan, heb ik een paar keer vermeld, is een certitude, is een logische. Wees een goede verliezer, wat bedoel ik daarmee? Opiniestukken schrijven. De kans is klein dat je van de eerste keer een gevestigde waarde wordt in opiniestukland. Meestal zijn dat echt wel zo de namen, je ziet veel namen terugkomen en zo. Maar die mensen hebben in het begin ook 10, 20 stukken ingeleverd die er gewoon niet doorgekomen zijn. De bedoeling is niet dat je dan direct een telefoon pakt en zegt, wat is dat met u, zeg? Of heb je dat stuk niet goed gelezen en je weet niet hoe belangrijk dat is, dat de mensen weten. Dat gaat niet helpen. Dat gaat niet helpen, in tegendeel. Dat zou zelfs eens kunnen, dat ze het ontvolgen, dat ze van u krijgen, zeggen van, ja, dat is weer die zagemens, laat hem nog maar een keer afkoelen. En als hij gekalmeerd is, dan zullen we nog wel eens naar zijn of haar stuk kijken. Dus als een medium uw stuk niet neemt, ja, nieuws is neutraal, maar nieuwsselectie is niet neutraal. Dat is nu eenmaal zo. Dus wees een goed verliezer. Bied het ergens anders aan, publiceer het zelf. Het is sowieso altijd een goede oefening geweest. Ik heb hier ook wat namen meegegeven. Dat zijn de mensen die, bij wie dat je opiniestukken kunt aanbieden. Je moet eigenlijk gewoon op de websites van die kranten zelf, DM is de morgen, yes, de standaard enzovoort. Op de websites van die kranten bij redactie staat meestal hoe dat dan de mailadressen zijn gevormd. Meestal is dat gewoon voornaam, naam enzovoort. Als we deze marathon nog eens doen, dan geef ik de gsm-nummers erbij. En dan kunnen we eigenlijk al een beetje aan de voorbeelden gaan beginnen. Ik vond deze een goeie. Er is zoals de laatste tijd weer heel veel te doen om Michael Jackson, naar aanleiding van dus die documentaire Leaving Neverland. En dat bracht zo'n hele stroom opiniestukken op gang van fans die van hun voetstuk, die waar een idool was van hun voetstuk gevallen, mensen die zeiden van, ja, moet die muziek gewoon verbieden. En deze vond ik eigenlijk ook wel een goeie, terwijl dat iedereen dan was voor het bijna gelijkstellen met Leopold II van Michael Jackson. Zei Stijn van de Voorde, iemand van Studio Brussel, Michael Jackson bennen is hypocriet en wel hierom. Ik vond dat een heel mooi voorbeeld van zo'n clickbait-titel. Hij zegt zijn mening direct. Nee, ik ben tegen dat bannen van de muziek. Meer nog, mensen die dat willen doen, vind ik hypocriet. En ik ga u uitleggen waarom dat ik dat vind. Dat vat eigenlijk goed samen wat verschil is tussen een tweet. Want een tweet zou zeggen, Michael Jackson bannen is hypocriet. Een opiniestuk zegt, Michael Jackson bannen is hypocriet. En wel hierom. Dus dat vond ik een heel goed voorbeeld van zo'n titel die uw vingertje zo wat doet jeuken om verder te lezen. Maar hij heeft waarschijnlijk geen goede uitsmijter gebruikt, want ik weet totaal niet meer waarom dat hij die mening heeft. Deze vond ik ook een goeie. Ik wou die er per se in. Rogier de Lange is eigenlijk een economiefilosoof die ik vind die soms echt dingen vertelt die altijd tegen de gevestigde stroom opvaren. Hè. Als ik op de eerste slide zeg, een opiniestuk is altijd een prikkelende mening, die zegt eigenlijk altijd het omgekeerde van al de rest. Terwijl iedereen zegt van de overheid is wel een heel belangrijke actor om dingen in goede banen te leiden of dingen te veranderen, schrijft Rogier de Lange opiniestukken die zegt van, maar nee, je hebt eigenlijk een overheid, dat is zoiets 19e, 20e eeuw, schaf dat af, Google kan dat beter. En ik vond dat gewoon een heel prachtige titel, waarom een leven onder Google niet eens zo gek is. Hè? Die waarom appelleert weer aan, je moet dit echt lezen, want hier staan zoveel keigoeie argumenten in. En de rest van de titel geeft gewoon weer van, kijk, iedereen denkt dat dat heel gek is, en ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo gek. En dan de onderkop, maar het kan zijn dat dat door de journalist is, technologie kan de samenleving beter organiseren dan nazistaten. Als je geen tijd hebt om te lezen, weet je het daarmee ook, hè. Hij gaat betogen
dat de manier waarop dat de Googles van deze wereld werken beter kan zijn voor burgers dan de manier waarop dat het ministerie van Financiën werkt. Wie ben ik om dat te betwijfelen? Hier de favoriete opiniemaker van veel klimaatspijbelaars, Jean-Marie de Dekker. Waarom heb ik die erbij genomen? Het is helaas iemand waarmee dat je rekening moet meehouden in het klimaat, in het opinielandschap. Maar het is eigenlijk ook een handige om een keer op te oefenen. Hè. Als je je mening wilt schrijven, je zoekt gewoon een opiniestuk van Jean-Marie de Dekker op over het klimaat. En je kunt eigenlijk gewoon paragraaf per paragraaf gaan zijn dingen gaan weerleggen. Dat is een heel goede oefening. Ik heb er nu een ander genomen. Hier maakt hij gewoon een andere politieke partij met de grond gelijk. Maar waarom vond ik dan een goeie? Je moet het maar eens opzoeken. Het gaat over een soort van stunt die Open VLD heeft uitgehaald aan de grens met Nederland, waarbij dat ze een groot spandoek hebben opgehangen en er zijn er daar een paar weggewaaid en zo. Hij heeft heel dat stuk gebruikt om een vergelijking te maken in cijfers tussen Nederland en België. Hoe zit het met de werkloosheid? Hoe zit het met de pensioenhervorming? Hoe zit het met de strijd tegen klimaat? Al zal hem daar waarschijnlijk niet zo heel veel aandacht aan besteden. Maar ik wil maar zeggen, ik heb je daarnet als tip gegeven, je moet niet over alles iets willen zeggen, want dan zeg je over niets veel. Hij doet het toch. In één paragraaf pakt hem de arbeidsmarkt, in de volgende pakt hem dit en dan weer dat. Maar het blijft toch leesbaar, het blijft toch makkelijk volgbaar voor de lezer, omdat hij het in een format giet. En het format is in deze België versus Nederland. En daarom wil ik deze eigenlijk absoluut ook vermelden. Deze vond ik een heel mooi voorbeeld van hoe dat een titel daarom niet zozeer is geschreven om u te doen klikken op het spel, maar die eigenlijk echt gewoon de heel elegante samenvatting is van wat iemand wil vertellen. Politieke macht is volgens deze man big business en alleen Europa kan het evenwicht herstellen. Een tweede mooi ding aan dit opiniestuk is, het begint met... ik ga ze eens voorlezen, die paragraaf. Mediagigant Rupert Murdoch werd ooit gevraagd waarom hij voorstander van de Brexit was. En die zei, dat is makkelijk. Als ik naar Downing Street ga, dan doen ze wat ik zeg. Als ik naar Brussel ga, zien ze me niet eens staan. Dat is dus een opening, dat is de anekdote. In plaats van Rupert Murdoch kan dat ook zijn van, ik zat bij mijn vriend of vriendin en die zei dit. Maar eigenlijk aan die quote weet je het al een beetje. Als je de titel en die anekdote samenlegt, dan weet je al waar die auteur naartoe gaat en word je gewoon nieuwsgierig naar wat zijn pointe gaat zijn. En het komt er eigenlijk op neer dat hij zegt, en dat is inderdaad waar, en we hebben er eigenlijk ook een grote rol in, sinds dat een politicus uit lang vervlogen tijden, Karel van Miert, op mededinging zat. In Europa zijn wij nogal gewend van stevig op te treden tegen grote multinationals wanneer ze het niet zo nauw nemen met bepaalde mensenrechten of met bepaalde competitieregels, wanneer ze dus te veel macht verwerven. Deze hebben jullie misschien gevolgd en ik zou zelf kunnen dat hem nog altijd aan de gang is. Dat is eigenlijk begonnen met een open brief van Maarten Boudry aan Anuna de Wever en Kira Gantois, is dan opgereageerd door professor Sven de Rijken met dit stuk. En dan heeft Boudry er daarop gereageerd. En voor hetzelfde geld is dat vandaag nog bezig of zo. De kranten gaan dat natuurlijk niet blijven publiceren. Maar dat is wel waarom dat het opiniestuk zo'n mooi format is. Iemand zegt een mening. Hij gooit zijn troeven op tafel van ik denk dat daarom en daarom en daarom. En iemand anders, het zijn alle twee academici, dus het is niet dat een ene noodzakelijkerwijs meer of minder kennis heeft dan een andere. Maar het gaat daar over een duel op overtuigingskracht, over de manier waarop je het formuleert, over... een beetje retoriek en natuurlijk ook over hoe dat je tegen de wereld aankijkt. Want het is over feiten en cijfers kan je het niet anders dan eens zijn. Maar je kan natuurlijk het altijd oneens zijn over waar dat je naartoe wilt met de wereld. En daarom vond ik dat eigenlijk een ongelooflijk fascinerende. Ik weet niet hoe lang dat hem nog aan de gang is. Maar het begon dus met een open brief. Zo'n beetje gelijk de dienen, hè. Dat is ook zo'n open brief. Hè. Dat is die van die granaten. Hè. Dus dat is eigenlijk een open brief die verschenen is in naam van Bart de Wever. Die het had over vooruitgangsoptimisme. En die stond ook wel bol van een aantal, van, eigenlijk vooral van heel veel cijfers en feiten. Maar bijvoorbeeld kernenergie is zo'n
zo'n subthema van klimaat, waarbij dat, feiten en cijfers nog altijd, vooral in combinatie met wat dat je eigenlijk wilt, met elkaar in het vaarwater komen. Dat is eigenlijk in vogelvlucht, meer is er eigenlijk niet aan een opiniestuk, behalve er ongelooflijk veel schrijven en dat in de vingers krijgen. Het is ook iets dat je, denk ik, leuk moet vinden. Hè. Ik bedoel, er is ook niks mis mee met de... met snedige tweets te maken, want die kunnen ook heel veel impact hebben in het debat van vandaag. Of zo van die tweets met dan een foto van een infographic en zo. Dus die combinatie kan uiteraard ook heel, heel sterk zijn. Maar een opiniestuk is eigenlijk een métier, is een beetje ouder, maar is eigenlijk wel heel leuk om te doen. Ik kreeg net het signaal dat wij nog een kwartiertje hebben. Voor mij is dat eigenlijk prima, want in eerste instantie heb ik meegegeven wat ik zeker wou meegeven aan jullie. Ik ben eens aan het zoeken waar dat die doos staat, zo, voor vragen te stellen. Dus ik zou zeggen, als jullie vragen hebben over hoe begin ik eraan, of ik versta iets niet wat je gezegd hebt, of ik ben het met iets niet eens, hè, dat is dan een mening, doe gerust en ik ga proberen zo goed en zo kwaad mogelijk te antwoorden. Zeg maar hoor. Als je dan opiniestukken schrijft voor toppolitici, is het dan niet moeilijk om niet je eigen mening daarin te verwerken en puur op dat vlak neutraal te blijven? Dat is een goede vraag. Ik heb één voordeel. Je hebt twee soorten mensen in de wereld. Je hebt mensen die heel overtuigd zijn van hun mening. Je hebt eeuwige twijfelaars. Dus ik ben een eeuwige twijfelaar, wat dat mij iets meer gepast maakte voor dat soort arbeid. Ten tweede, dat is inderdaad ook de functie waarin dat ik zat. Ik moest eigenlijk vooral heel veel meelopen met toppolitici, heel veel aanschuiven aan tafel en gewoon luisteren naar wat hun mening was. En op een duur, je bent aan het werken, je schakelt eigenlijk je eigen mening uit. Je schrijft gewoon, je kruipt in het hoofd van de ander, werd dat dan vaak genoemd. Dus ik deed eigenlijk gewoon een beetje alsof ik die persoon was. Ik probeerde aan te voelen waar die naartoe wilde. Maar dat is heel persoonlijk. Op een paar evidente partijen en mensen in het politieke landschap in Vlaanderen na. Er zijn heel veel partijen die leggen hun eigen accenten, die hebben een ideologie, maar die zijn op zich wel vrij gegroepeerd rond het centrum. Dus het is niet zo dat ik heel vaak in een situatie heb gezeten waarbij dat ik echt iets moest schrijven waar ik het echt niet mee eens was. Wat er wel waar is, en dat heb ik heel veel gemerkt, als je het wel helemaal eens bent met die politicus, dan wordt het stuk natuurlijk nog zo sterk. Omdat je ook je eigen manier van formuleren, kan je er iets meer in leggen dan op die manier. Anders ben je toch geneigd om een beetje het vocabulair van iemand anders over te nemen. En op een of andere manier detecteer je dat toch altijd wel in een tekst af. Dus daar wringt dat dan wel een beetje, puur in de uitvoering. Maar het is je job en je probeert in het hoofd van de ander te kruipen. Ik heb al een paar keer een opiniestuk proberen schrijven, maar meestal... Dus ik ga vaak dan zo de feiten en zo om mijn argumenten te onderbouwen gaan opzoeken. Maar tegen dat ik het dan heb geschreven is het niet echt meer relevant in de media. Hoe gaat dat dan sneller? Hoe kun je dat sneller aanpakken of zo? Het is nog versneld bij vroeger. Ja. De sociale media en de kranten die werken zo'n beetje in een broeikaseffect met elkaar. Vroeger ging nieuws soms 48 uur mee en soms zelfs 72 uur. Dus een opiniestuk dat op maandag in de krant verscheen, dan kon je eigenlijk zelfs nog op woensdag zeggen, ja, maar ik heb er eigenlijk ook iets op te zeggen. En de kans was niet groot, maar het kon nog dat je er de donderdag in kwam. Dus dan had je eigenlijk 2 dagen gehad, in de tijd die je had, om toch een goed stuk te maken. De dag van vandaag is 24 uur is eigenlijk ook al 2 media golven. Er is iemand die 's ochtends een tweet toe, 's middags is er een andere die erop reageert in het journaal en tegen het avondjournaal is er alweer een derde die in ter zake zit. Dus dat is een feit, het gaat sneller dan vroeger en je moet sneller op je kievief zijn. Wat is het advies dat ik daaraan geef? Ja, 1, dat oefening baart kunst, dat is echt wel, hè, hoe meer dat je dat gaat doen, hoe meer dat je gaat... hoe sneller dat je iets gaat kunnen schrijven. Maar ook daarvoor is het belangrijk dat je je terrein gaat gaan afbakenen. Je gaat je gewoon specialiseren in een aantal subdebatten en dan ga je ook niet iedere keer moeten opnieuw inlezen in feiten en cijfers. Je gaat op den duur een soort van mentale bibliotheek in je hoofd hebben van
Dat argument pluk ik van dat schap, dat argument pluk ik van dat schap. En je gaat je opiniestukken wat meer kunnen assembleren, als het ware. De stukken gaan klaarliggen. En je gaat eigenlijk niet meer iedere keer van op nul moeten zinnen opbouwen en schrijven. Maar je gaat kunnen putten uit het parate kennis. Dus dat is eigenlijk ook een soort van leercurve. Zo'n machine die genereert. Maar een techniek om echt sneller iets geschreven te hebben, die heb ik niet echt, of die kan ik niet echt adviseren. Het is wel zo, als er iets in de media komt dat echt je ding is, eigenlijk in een split second heb je die eerste paragraaf wel van, kijk, dat vind ik daar nu van, en daarom. En, dus, en dan, een keer dat die eerste paragraaf er is, dan schrijft de rest zichzelf natuurlijk wel, omdat je daar al de kiemjes zet van, oké, dit wil ik verder uitwerken, dit wil ik verder uitwerken. Dat is eigenlijk een beetje gelijk zo'n een Griekse tempel, hè. Je hebt eigenlijk je nok, hè, dat is uw vet stuk van boven, uw inleiding, en dan allemaal zuiltjes eronder om dat te ondersteunen. En dat is ook een manier om snel te gaan, als het echt helemaal op je domein ligt. Ik kan er misschien iets aan toevoegen wat de snelheid betreft. Soms krijg ik pakweg, dat is telkens wat dezelfde manier van werken. Rond 11:30, 12:00 krijg ik een vraag van een of andere krant om een opiniestuk te schrijven. En dan tussen de lessen door schrijf ik dat dan en pakweg tegen 5:00 is dat klaar. 5, 6:00. Dus grosso modo op 2, 3 uur schrijf je een opiniestuk van 500 tot 700 woorden als je dat gewoon bent. Maar het moet zo snel, want anders komt het niet in de krant. Hoe pak ik het dan? Inderdaad, zoals mijn collega zegt, je hebt zo'n idee, je formuleert het in de eerste paragraaf en dan schrijf je en je weet dat je ongeveer 1,5 bladzijde hebt. Als die 1,5 bladzijde klaar is, dan moet je gaan knippen. Dan haal je de stukjes eruit. En dan ga je het nog 1 keer doorlezen en that's it. En voor de rest klopt helemaal. Hè. Dus die titel die kiezen zij en ze passen nog aan. En in het beste geval mag je nog eens rond 1 uur of 7 het nog eens bekijken. En dat is the way it is. En er zit trouwens ook nog een collega, Joni, die ook van die opiniestukken schrijft. En that's the world of the media. Vragen? Stel, je schrijft een opiniestuk. Hoe moeilijk is het voordat dat gepubliceerd wordt? En wat is de rol daarbij van wie dat schrijft? Dus stel dat ik een opiniestuk zou schrijven, wat dat helemaal hetzelfde is wat dat u bijvoorbeeld zou schrijven. Hoe hard wordt daar naar gekeken wie dat het schrijft? Hoe groot is de kans dat het gepakt wordt? Wel, het hangt eigenlijk gelukkig maar vrij weinig af van de persoon die het schrijft. Wat er wel zo is, en dat is misschien op zich niet zo leuk om te horen, maar er is op zich ook, ja, er is daar niks schandelijk aan. Media registreren niet het publieke debat, ze vormen mee het publieke debat. Dus wat die wel gaan doen in redactievergadering is al gaan nadenken, waarop willen wij morgen, met de krant van morgen, waarop willen wij dieper ingaan? Er zijn 5 dingen bezig. De gele hesjes zijn nu bezig, de klimaatspijpelaars zijn bezig. Er is daar weer iets gebeurd met Trump, er is een handelsoorlog in China. En er is ergens een brand in Steenokkerzeel van een fabriek. En je krijgt bijvoorbeeld al opiniestukken binnen over al die dingen. Zij maken wel een keuze van wat willen wij nu als krant op inzoomen morgen. En dat gaat eigenlijk voor 80% bepalen wie dat afvalt en wie dat geselecteerd wordt. Dat is één zaak. In diezelfde dynamiek gaan zij soms wel, zoals mijn collega zegt, bellen naar mensen van, zeg, ik weet dat jij op dat domein werkt, kunt jij niet reageren met een opiniestuk? En dat is een derde reden om u te gaan specialiseren in een subdomein. Want hoe meer dat je op dat domein in de media geraakt, hoe meer dat zij u gaan vragen om daarover te schrijven in plaats van omgekeerd dat je het gaat moeten aanbieden. Of dat ze inderdaad uw naam gaan herkennen van, ah, zeg, dat is een expert, die kan daar heel goed over schrijven, die pak ik. Dus dat is op zich wel een meritocratische dynamiek die werkt. Wat nu wel is, ik merk dat de meeste media toch echt wel inspanningen leveren de laatste tijd om nieuwe, frisse stemmen aan het woord te laten. Ik heb mijn gevoel, ik lees niet meer elke dag, ik scan dat niet meer elke dag, maar mijn ervaring is dat die kans zeker niet, dat wel de moeite is om het te proberen, ook als je nog nooit gepubliceerd bent. Bijvoorbeeld een vriend van mij is onlangs voor het eerst in de morgen geraakt over... Over was dat nu weer het lobbyregister, denk ik, in de Kamer. Die had eigenlijk nog nooit iets geschreven, dus dat was niet dat stuk ook zo geolied was, maar die mening was zeer actueel.
was vrij, wel, er stond een beetje sarcasme in, maar dat is altijd mooi meegenomen. Dat was een jonge gast. Dus het is zeker mogelijk, zeker ook omdat die kranten, die hebben ook online, het kan zijn dat die zeggen, ik heb geen plaats voor u in de gedrukte krant, maar online is er eigenlijk onbeperkt plaats natuurlijk. Dus het speelt mee en het speelt eigenlijk niet zo heel veel mee. Ja. We hebben nog 5 minuutjes. Ja. Ik had nog een vraagje. Bedankt ten eerste voor de heldere uiteenzetting van de technische kant van het schrijven van een opiniestuk. Maar mijn vraag is, ik ben zelf filosoof, dus schrijf een beetje terug in de geschiedenis van de filosofie. Mm-hmm. In hoeverre ben je niet bang dat zo de technische kant van het schrijven van opiniestukken zo het pad effent naar sofisme, waarmee ik wil zeggen dat degenen zijn die heel technisch goed zijn in het schrijven van opiniestukken en overtuigend dingen brengen, dat zij uiteindelijk een debat gaan beheersen en dat dat misschien ten koste zal gaan van de mensen die misschien effectief expert zijn in bepaalde kwesties en die het talent of de kunst van het schrijven van die opinies minder goed beheersen en daardoor op het tweede plan terechtkomen. Ik ben daar eigenlijk niet zo, daar heb ik niet zoveel schrik van, omdat ik bijvoorbeeld bij mezelf heel hard merk dat als je... Ik zei het daarnet, ik ben een eeuwige twijfelaar. Ik zie iets in de krant, ik denk van, maar enfin, dit en dat. En dan lees ik iemand anders en zeg ik, ja, hij heeft toch ook gelijk. Als je al niet iemand bent die graag... Moet ik dat zeggen? Die een beetje overtuigd is van waar je mee bezig bent, hè, als expert of zo. Dat is toch de eerste stap. Je moet eigenlijk echt wel een beetje toch voeling hebben met wat je mee bezig bent. En je moet daarom niet een super expert zijn, maar je moet echt wel een mening hebben. Eigenlijk iemand als ik bedoel, voor mijn eigen, onder mijn eigen naam, ga ik nu niet zo heel veel opiniestukken gaan schrijven, want ik zou het heel moeilijk hebben om dat te doen, eerlijk gezegd. Dus dat is, ik denk dat de experts altijd wel een voetje voor gaan hebben in het feit van, het is nu eenmaal gemakkelijker om je mening te vormen over iets waar je je ook wel comfortabel op het ijs bij voelt. En ik denk toch ook wel, als ik de verhouding zie van opiniestukken in de media... Nu, onze media is sowieso, vind ik, heel hard gefocust op de waan van de dag, het politieke gehakketak. En daarom dat ik denk dat er een oververtegenwoordiging is van politici en al dan niet de mensen die ze schrijven voor politici. Maar dat heeft weinig te maken met dat die technisch goed schrijven. Dat heeft volgens mij te maken met dat we echt een media hebben die als een konijn naar een lichtbak zit te staren naar eigenlijk het politieke schouwspel van de dag. Maar ik denk wel, als het gaat over inhoudelijke stukken, dat gaan mensen niet andere mensen gaan voor inhuren. Daarvoor moet het trouwens ook inderdaad te snel gaan. Inderdaad. Dus dan gaat het altijd, denk ik, toch wel een voordeel hebben als iemand die toch wel beslagen op het terrein is en die een beetje voeling heeft met het thema. Los van de technische kant. Dat kan ook heel beslagen zijn in het bedenken van goede routades, van een heel goede manier om iets te zeggen. En technische kennis, heel wat de technische kennis, heel wat is zoveel aanwezig. Maar volgens jou gaan die automatisch naar het Ik denk dat die mensen niet veel mensen gaan overtuigen. Die heeft wel een heel scherpe pen. Ja, ik wil daar eigenlijk op inspelen, want hoe belangrijk zijn eigenlijk de bronnen en de cijfers die je gebruikt in je argumentatie? Want zoals dat hij zei, Jean-Marie de Dekker, ik heb zijn opiniestukken gelezen en hetgeen wat hij zegt is totaal niet onderbouwd door cijfers, is eigenlijk gewoon terugkeren in de tijd, hetgeen wat hij allemaal zegt, van, want in mijn tijd dat, iets wat ze eigenlijk al 1000 jaren doen, en toch zijn er heel veel mensen die dat lezen, wat dat in mijn ogen puur kwatsch is, want dat is niet onderbouwd door bronnen, argumentatie enzovoort en verder. Je hebt natuurlijk bepaalde stijlen en dat is de stijl van de retoricus en daar zal je inderdaad voor een stuk, je gaat er altijd zo hebben op je domein. Bij digitale stukken kan je natuurlijk altijd linken naar je bronnen, maar op zich is dat ook weer niet zo'n goed idee, omdat mensen dan gewoon afgeleid worden van het verder lezen van jouw stuk. En kranten hebben dat ook niet graag, want dan springen ze weg naar een andere website. Het is nu eenmaal, denk ik, ook voor een stuk, bronnen zijn zeer belangrijk, maar het is wel degelijk een subdomein. Het is de mening die voorop gaat en het is geen wetenschappelijke paper. Het maakt je wel gewoon geloofwaardiger als je die bronnen gebruikt. Zo simpel is dat. Dus eigenlijk, ik mag gewoon met cijfers goochelen. Als ik gewoon goed kan argumenteren, dan win ik eigenlijk het debat. Dat denk ik nu niet, want daar zit ook nog wel een check op. Nee. Zo zou ik het nu toch zeker niet stellen.
Oké. Okay.